Dank u wel, dames en heren van de jury en verdere aanwezigen. Ik zal de laatste spreker zijn van de propositie. En wij zijn voor de stelling dat alle kinderen verplicht lid moeten worden van een sportvereniging. Wij hadden hiervoor drie argumenten. Het sport maakt sterk argument, het self-employing argument en het maatschappij argument. Wij zagen als probleem dat de fysieke en mentale gesteldheid van kinderen in heel Nederland achteruit rolt. Kinderen raken in een sociaal isolement. Kinderen worden dik. Ze zitten alleen nog maar thuis achter hun Xbox. Gaan niet meer buiten met hun vriendjes voetballen. Dit zien wij als een serieus probleem, dames en heren van de jury. Het sport maakt sterk argument. Sporten is gewoon goed voor je fysieke en mentale gesteldheid. Je krijgt er niet alleen een betere conditie van of een betere hand-oogcoördinatie, maar je leert ook sociale vaardigheden, met mensen omgaan, allemaal dat soort dingen. Dan hadden wij het zelfontplooiingsargument dat kinderen de kans krijgen zichzelf te ontplooien in talenten waarvan ze zelf helemaal niet wisten dat ze die hadden. Stel, het werkt niet bij Ajax, dan ga je toch lekker bij Amsterdam hockeyen of ga je bij Amsterdam basketballen. Het is maar net wat je leuk vindt. Desnoods ga je in de kroeg een dartje gooien. Stel, je kan het, je presteert, prestatie leidt tot beter zelfbeeld. Beter zelfbeeld leidt uiteindelijk ook tot betere prestaties, zelfs op school. Dan hadden wij het maatschappijargument. Wij zien een sportvereniging als een maatschappij op zich. Je komt hier nieuwe mensen tegen. Mensen van allemaal verschillende afkomsten. Je leert mensen kennen. Je leert organisatorisch met mensen omgaan. En je leert natuurlijk ook nog in competitieverband te werken met andere mensen. De cijfers van de oppositie vond ik zelf een beetje uit de lucht gegrepen met een 1,4 miljard. Maar wij vinden dat voor de fysieke gesteldheid en mentale gesteldheid van ons jeugd, dat we daar best wat geld voor over mogen hebben. Dank u wel. Ja, kom, ga je gang op.